Onderwijsminister Marie Levens heeft tijdens een persconferentie over actuele zaken binnen het onderwijsgebeuren een uiteenzetting gegeven. De minister is daarbij ingegaan op mogelijkheden voor opvang van scholieren uit het binnenland en scholenbouw- en renovatieprojecten die in de planning zijn. Verder heeft zij aandacht besteed aan uitdagingen binnen de onderwijssector. We hebben de afgelopen periode enorm veel aandacht moeten besteden aan het binnenland, dus aan het oosten van het land, vanwege de overstromingen, maar ook vanwege de planningen van de bouwactiviteiten en trainingsactiviteiten. U weet dat we bezig zijn met bouwen van praktijklokalen in het binnenland, zodat er praktisch onderwijs gegeven kan worden. Dat we een grote campus bouwen voor de studenten die uit Brokopondo en verre binnenland komen. Met de internaat in Para bouwen we dat. Zodat de studenten die elke dag van Brokopondo naar Lelydorp moeten reizen, nu een veel kortere afstand hoeven te reizen. En zelfs in het internaat op Para kunnen blijven. Dus vanaf oktober is dat af. Het gebouw waarin u nu zit is net af. Dat is speciaal gebouwd voor het trainen van de leerkrachten. We hebben duizenden leerkrachten en we moeten leven lang trainen en blijven leren. We hebben 7 scholen in Brokopondo in voorbereiding. De scholen zien er heel slecht uit. En de 7 slechtste scholen in Brokopondo zullen worden gerenoveerd. De campus in Mungo is enorm belangrijk voor de kinderen die van Galibi komen en van Albina en van Bigistong en dus van het hele Marowijne gebied. Die campus in Mungo is half begonnen, maar we hebben afgelopen week een mijlpaal bereikt bij de bouw van de grote campus. Dus we hebben enorm veel geïnvesteerd in het binnenland de afgelopen periode, wat ook nodig was, omdat er een enorme achterstand aan die kant was. Ook de leerkrachten zijn getraind en de eerste 2.500 computers gaan naar het binnenland voor de leerkrachten, omdat ze zo ver zijn en wij in contact met ze moeten blijven. En die computers zijn geen gewone computers, het zijn laptops waarop de lessen worden geüpload, zodat ze elke keer kunnen terugvallen op een stukje steun vanuit het curriculum dat in de laptops zijn geüpload. Dus we hebben enorm veel aandacht besteed aan het binnenland, met het gevolg dat we het westen van het land een klein beetje vergeten waren.